Daar gaat ze samen met de andere kandidaten. De laatste oefeningen worden gedaan tijdens de praktijklessen. En dat om straks te slagen voor het examen. Het brommerrijbewijs moet ervoor zorgen dat er minder verkeersslachtoffers gaan vallen. Ik ben zelf eigenlijk een beetje tegenstander. Het is gewoon, het kost veel geld en het kost veel tijd. En alleen theorie is makkelijker. Het kan beter zijn, maar misschien is het ook wel onzin. Ook al is het niet verplicht, toch vindt rijinstructeur Jean-Paul het belangrijk dat er ook wat praktijkervaring is voordat de kandidaten de weg op gaan met een examinator. Ik ben uiteraard bezig met voertuigbeheersing. Hè, want daar begint het hele verhaal natuurlijk mee. Het correct omgaan met gas. Ook op tijd je gas loslaten. Dat er tijd gecreëerd wordt om te kijken. En daarna gaan we natuurlijk over naar het gebruik van knipperlicht. Veel overeenkomsten wat betreft natuurlijk een balansvoertuig. Hè, waar de jongeren ook mee te maken krijgen. Fietsen waren ze al gewend. Nu mag het weer wat sneller. Daar leren ze nu goed mee omgaan. Alike is klaar voor het examen. Maar is ze ook zenuwachtig? Nee, dat niet. Ik denk dat het wel gaat lukken. En dan is het zover. Ze krijgt de laatste instructies voor het examen. Je wordt op een aantal dingen beoordeeld. Dat noemen ze met een mooi woord kernvaardigheden. Waar het om gaat is de beheersing van het voertuig. Om Alike niet zenuwachtig te maken, mogen we niet mee. Maar Jean-Paul gaat ervan uit dat het allemaal goed gaat. Je zag dat er naarmate de tijd verstreek, dat er wat meer rust in het rijden kwam. Ja, en dat uit zich in correct weggedrag. Dat zag er goed uit. En dan de uitslag. Hey, ik vond het voldoende hoor. Je bent ervoor geslaagd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, hartstikke goed. Valt weer een last van me af en ik ben hartstikke blij. Morgen naar het gemeentehuis en dan zo snel mogelijk rijden.